Oké, nu nog even een filmpje. Ik heb je in het schrift geantwoord, maar dat type moet je altijd helemaal gaan corrigeren. Geen zin in. Oké, waarom ik bijeenstem? 1. Sylvana is zwart en dat heeft Nederland nodig. Wij moeten gerepresent worden in de politiek. Want het ging echt de verkeerde kant op. Toen Kick-Out Zwarte Piet begon te zeggen hier in Nederland, stop met de karikatuur, stop met de racisme. Maar alleen al stop met de karikatuur, wat voor racisme er boven water kwam. Ik werd daar kotsmisselijk van. En Sylvana gaf daar een weerwoord op. En ze kreeg zoveel op haar. Ik vond het gewoon eng. Ik wil eerlijk zeggen, ik werd bang. Ik dacht, oké, dus ik ben weer in een land beland waar de mensen die dus in Zuid-Afrika alle bullshit hebben gedaan. De slavernij. En in Australië, want laten we niet vergeten, Nederland zat in Zuid-Afrika en in Australië. Ze hebben in meerdere Afrikaanse landen hebben ze een hoop kapot gemaakt. En dan nu moeten we het hier in Nederland krijgen waar ze zeiden, nee, maar hier niet hoor. Nee, nee, nee. Dus hier ook. Oké. En zwart werd eigenlijk nieuwe neger, weet je wel. Eigenlijk kwam ik erachter dat Nederland al heel lang zwart als neger gebruikte. En ik begon te zien wat voor racisme er nog in dit land was. En daar kwam Sylvana. En ze hield stand na alle verbale overgeefsel wat ze over zich heen kreeg. Hield ze stand. Nou, als je dat kan in Nederland, zonder iemand een klap op zijn bek te geven, ben je voor mij echt een held die we in de politiek nodig hebben. Een zwarte held in de politiek die een verbaal een antwoord kan geven. Want in Nederland moet je verbaal een antwoord kunnen geven. Je moet een weerwoord kunnen hebben. Want Nederlanders houden ervan om je verbaal aan te vallen. En dan vooral om te laten horen hoe goed ze het wel niet kunnen. Ah, je hebt een foutje gemaakt hier. Je hebt een foutje gemaakt daar. En alles wat ze over haar zeggen. En dat ze boos is. Hè? Dat ze agressief is. Allemaal van die oude. Hè? Wij zijn onze voorouders niet. Hell to the yes. En zij liet het allemaal zien. En nog steeds. Ze houdt vol. En dat is het wat ze moet doen. Ze moet volhouden. En ik zie dus dat mensen een beetje verzachten in de politiek. Ze krijgt ineens die van de BBB. En die vrouwen. Dat ze af en toe van die leuke praatjes hebben met elkaar. En wel meer vrouwen zien van, hé, hey, zij is een krachtige vrouw. En als wij straks issues hebben voor vrouwen, hebben we haar nodig. Dat weet ik zeker. Want zodra zwarte mensen vooruit gaan, dan komen vrouwen ook van, oh ja, wij hebben ook rechten. De vrouwenrechten moeten verbeterd. Ja? Mm-hmm. Oké. Dus dit is een lange versie over waarom ik, zou heel de dag kunnen praten waarom ik bijeenstem. Want ik heb misschien BBB gestemd. Maar daar heb ik over nagedacht. En als bijeen er was, dan was dat nog niet eens een discussie. Want het was gewoon simpel. Bijeen, klaar. Sylvana en haar team. Want ook de rest, ik ken ze niet bij naam. Maar ik volg ze op TikTok, ik volg ze op Instagram. Ik volg ze op alle media platforms. Dat ik denk van, laat me horen wat ze zeggen. En ze zeggen steeds dingen dat ik denk, you go guys! Goed zo. En ik kan je blijven steunen wanneer je me dat vertrouwen geeft. En dat vertrouwen krijg ik van bijeen. Het hele team. Dus als zodra ik weer op bijeen kan stemmen, stem ik op bijeen. Maar als ik niet op bijeen kan stemmen, stem ik op een partij waarvan ik denk, ze zitten niet bij de Devils of the Devil Advocate groepje. PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie, want die zit er ook in. Jammer genoeg, Don Seder, love you. Maar de rest, geloof wordt niet in de politiek. Maar bijeen, yay!